onderwijzer-politicus Gilberto François Cruz, genaamd Bertico. Die nos generacionan, nos que felicidad, die nos criaturanan, nos que salva Aruba, nos que salva nos cultura, nos que salva nos dignidad, y nos no quer pa ningún isla, ni un país, bin dominanos, bin caba con nos cultura, bin caba con nos identidad. Pa sobra, nos ton pueblo chiquito, pero un pueblo que tiene un amor grande pe territorio aquí, y tapesei, damas y caballeros, pan demostrar, aue más que nunca, Aruba, su status aparte, den bon of den malo, lo worden realiseren. De term status aparte bleek een toverwoord dat veel Arubanen aansprak en dat Bertico politieke winst opleverde. Niet het land dat kolonies op nahoudt bedrijft het kolonialisme van het ergste soort, maar dat land dat afstand wenst te doen van zijn kolonies onder oplegging van een staatkundige structuur tegen de wil van het volk. Bertico's partij, de MEP, kreeg op Aruba steeds meer aanhang, terwijl hij op Curaçao met argwaan werd gadegeslagen. Hij speelde het spel op veel fronten, als behendig politicus en als redenaar, op de Antillen en in Nederland. Tijdens een goodwillreis toonde hij zich afwisselend als de gevierde populist en tegenover Nederlandse Kamerleden en journalisten als de intelligente tacticus met wie best viel te praten. Wij hebben wel gesteld dat wij bij de onafhankelijkheid van Aruba ook een zekere morele verplichting zullen blijven dragen door een vorm van samenwerking te creëren om de minder draagkrachtige eilanden te helpen. Hoewel de regering niets voelde voor een uit elkaar halen van de Antillen, slaagde Bertico erin een enorme publiciteit te krijgen en zijn standpunt met subtiele plaagstootjes steeds harder te maken. U overweegt het wel om eenzijdig de onafhankelijkheid uit te roepen? Nou, ik wil niet zeggen dat wij die in eerste instantie zullen overwegen, maar we hopen dus dat niet gebeurt. Maar wanneer Nederland daar afwijzend daar tegenover staat, dan zullen wij niet nalaten om het te doen. Om te beginnen zou er sprake kunnen zijn van het unilateraal verklaren van onafhankelijkheid. Dan is het een kwestie van een onwettige uitroeping. Omdat de staatsregering zich ertegen verzet. Al het nieuws over de Antillen ging zich concentreren op de status aparte van Aruba. Wij zullen onze onafhankelijkheid realiseren. En wij hopen dat Nederland zijn houding in deze wijzigt om ons tegemoet te komen. Hoewel nog niet de grootste, was de MEP op Aruba wel de luidruchtigste partij, die bij acties ook enkele griezelige trekjes begon te vertonen. Awe nos toe de bandera nan aquí, ta pueblo nan soberano, pueblo nan cutina libertad, di nos ainda no ta, pero nos ta dura voce garantía, con nos la lucha incansablemente, pa pone bandera ei, den fila, y el país tan soberano, pa siga garantiza e libertad y el pueblo de Aruba. Met andere woorden, u gaat door met uw strijd voor onafhankelijkheid, al is het met geweld. Wij gaan door, al is het met geweld. Heel langzaam begon de ernst van de Arubaanse opwinding door te dringen in politiek Den Haag. Kijk, we moeten elkaar goed begrijpen. Ik wil dat er een open overleg is over alle mogelijkheden. En zou daar uitkomen dat Aruba zijn weg alleen moet gaan, dan sluit ik dat niet uit.